Hey lieve jij, even nog een kort berichtje van mij. Nou, dat ruimt weer. Ik heb Rishi op schoot. Morgen geen live sessie van mij. Ik ga gewoon inpakken. Daar heb ik er helemaal niet over nagedacht. Ik denk, ja, ik ga live. Maar ik neem mijn microfoon en alles gaat gewoon ingepakt worden vandaag. Dus het gaat hem niet worden. Maar ik wil je niet met lege handen... Oh, er zit opeens een haar op mijn lens. Ik wil je niet met lege handen deze week insturen. Dus ik heb eigenlijk iets... Ik heb iets moois eigenlijk ook nog voor deze week wat ik je mee wil geven. Ik vertrek als het goed is, of vrijdag later, maar ik denk zaterdag. Lekker in alle rust. Ik merk dat ik wat, ik voel me wat opgejaagd als we allemaal snel moeten. Ik moet sowieso zaterdagavond mijn huis uit zijn, zeg maar. Dus ik denk dat we zaterdag gewoon in de ochtend lekker vertrekken. Nou, ik heb ook niet heel veel... ik zit zo met mijn hoofd hierin, dat snap je wel. Dus ik hoop niet heel veel met je te delen. Los van dit feit. Ik ga zo meteen een liedje met jullie draaien. Ik ga zo meteen Make Love, Not War van Jason Mraz met je draaien. Van zijn nieuwe album Look for the Good. Make love, not war. Dat is natuurlijk de statement van onze vibratie, van onze frequentie, van onze trilling. Van onze generatie op aarde om de kabaal, de Illuminati, de dark forces te verslaan. Laat het maar gewoon de beestjes bij hun naam gaan noemen. Ik zie ook allemaal andere mensen die praten over uit de matrix stappen, de matrix verlaten, de matrix stort in... Het is tijd dat mensen meer... Ik bedoel, zij werken met de waarheid. De waarheid is in plain sight. Voor onze ogen wordt het allemaal uitgespeeld. En ja, mensen zeggen nog steeds... Ja, maar Manisha, waarom zien mensen het niet? Hè? Ja, die zitten echt nog zo vast in die angsthypnose. Of in die... We zijn ons hele leven al zo geprogrammeerd dat je het gewoon niet doorhebt. Je ziet het dus niet. En dat is gewoon mega interessant, maar dus ook heel beangstigend. En zeker wat er nu gebeurt... wapens en oorlog en angst. Make love, not war. Het zit niet alleen in de buitenwereld, maar het zit dus ook in mensen. Hè. De afgelopen maanden, zeker dit jaar, 2022, valt me op. De gesprekken die ik heb met mensen gaat ook heel erg dat mensen zeggen... Ja, maar waar loop ik nou nog in vast? En dan gaat het net over dat ene stukje waar je absoluut niet liefdevol bent naar jezelf. Nee, maar ik ben in onvoorwaardelijke liefde. Dus de meeste mensen denken dat ze in onvoorwaardelijke liefde zijn. Maar er is toch nog een afkeuring. Er is toch jezelf klein maken. Jezelf niet op één zetten. Jezelf niet fantastisch, uniek, waardevol vinden. En dat zijn wij als Nederlanders. Wij vinden dat echt heel moeilijk. Wij zijn echt gewend als Nederlanders om te zeggen... Nou, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hou je maar stil. Maak je maar niet groot. He, dan heb je capsones, dan ben je arrogant, dan ben je egoïstisch. Maar ja, al die kwaliteiten die heb je nu nodig om bewijzen van positief arrogant te zijn, positief egoïstisch, positief fabulous gewoon. Deze wereld heeft fantastische fabulous mensen nodig die zichzelf fantastisch krachtig vinden om die boodschappen over te dragen die er nu nodig zijn. En er zijn zoveel mensen die voelen van ik moet een stap maken, ik moet een stap maken. Dus kijk ook naar die oorlog die er binnen in jou aanwezig is. En kijk echt deze tijd naar, wat in mezelf moet echt anders? Welke kritische nood? Welk passief gedrag? Waarin, maar welk depressief gedrag? Waarin hou ik mezelf tegen? Kijk daar echt naar, ja? Look for the good in anything. Nou, dat doen de meeste mensen wel, maar zet ook jezelf op één. Ja? Dus make love, not war in deze hele wereld, maar ook richting het zelf. Heb jezelf echt lief alsof je de allerleukste, allergaafste, allermeest bijzondere persoon op aarde bent. En behandel anderen ook eens op die manier. En dat is iets wat we echt te leren hebben met elkaar. En dan bedoel ik ook echt met elkaar. Wij allemaal, inclusive me. Hè? Wij hebben dit allemaal te leren. Jason Mraz, Make Love, Not War. Het is niet dat ik hem heel vaak luister, maar ik voelde ik wil vandaag deze met jullie delen. Dus ik ga deze met jou delen. Geniet ervan. Ik hoop dat je hem goed kan verstaan. Volgens mij staat hij best wel hard. Ik doe hem ietsje zachter. En luister mee en anders luister hem zelf nog eventjes op YouTube. Ik zie jou volgende week in Spanje op donderdagochtend in de live sessie van 10:30 tot 11:30. En anders herhaal jij natuurlijk, bekijk jij hem op je eigen tijd. Helemaal leuk. En
Ik heb zin om in die inspiratie te stappen. Dus make love, not war. Dat is de boodschap. Sending out to the world. Make love in jezelf, not war. En laten we de liefde verspreiden over de hele wereld. Ja? Vrede op aarde. Nee. Ik had je al aangezet, hè? Opnieuw, komt-ie. Down the weapons that you use against yourself. You don't need them anymore. Lay down the weapons that you use against the world. We don't need another war. Put down the weapons that you use against yourself. You don't need them anymore. Lay down the weapons that you use against the world. We don't need another war. My worst crime is an inside job. Dark thoughts taking over like an inside mob. I tune into the scene between the eyes and take a breath. I sit still and watch the thoughts flow past me. Never mind the future, never mind what the past be. I like to jump and let the universe catch me. 3-4, watch the beauty blow past me. I keep my pockets light, destination in sight. Keep my actions elevated to compassionate heights. I'm walking past the fight. Laying down arms of the night, choosing love when I pick up this mic. So we can make love, not war. Make love, not war. Make love, not war. Make love, make love, make love. World peace begins within, in each beat of the heart underneath our skin. Breathe and release the binds you're holding and free your mind. Step back from the drama and observe it. Draw the energy in and conserve it. Every pain is a lesson for the learning. Mother Nature didn't make us to be murdering. You can write in a dream, you can fly in a river to cry in a magical trip to a fantasy island. It's our horizon to widen, our ceiling to heighten, our mind to enlighten, our soul to divine, in a time to invite in a moment of silence.
Jason Mraz, Make Love. Look for the good op dat album. Look for the good. Deluxe edition. I have. Prachtige nummers. Lekker in deze vibe. So lay down the weapons that you use against yourself. Laat de wapens los die je tegen jezelf gebruikt. And lay down the weapons that you use against the world. Laat de wapens los die je gebruikt tegen deze wereld. Ik zie alweer de streep in de lucht. In de komende jaren is het echt aan ons om alles te ontmaskeren, zodat de mensheid ontwaakt en echt begrijpt welke duistere krachten achter zoveel zitten. En dat wij met z'n allen, de hele voedselindustrie, de hele, nou ja, de wapens vernietigen. Dat er geen wapens sturen. En dat we kinderen opvoeden met wat liefdevolle communicatie is, zodat wij als ouderen weten hoe we in ons kracht staan, wie we zijn, authentiek, autonoom, onafhankelijk, vol vertrouwen, bijzondere mensen in deze wereld zijn. Bijzondere wezens in deze wereld zijn. Goddelijke wezens. Nou ja, ik ga door. Je begrijpt me wel. Make love, not war. Deze boodschap voor deze week. Look for the good in everything. En lekker Jason Mraz draaien, zou ik zeggen. Heel veel liefs. Dank jullie wel voor jullie steun en jullie liefde. En ik zie jullie vanuit Spanje. Hoe spannend. Een nieuw hoofdstuk. Dus ik zie jullie daar weer. Tot gauw en heel veel sterkte en heel veel liefs met alles.